We gaan onze zonen even wat moppen vertellen. Want ik neem aan dat je bericht is aangekomen. Waarom heeft het formaat van het belasting... Misschien weet iemand daar antwoord op. Ja, waarom is het te groot? Nou, voor die aanslag kunnen ze trouwens ook Radio 5 en 5 in de leven roepen. Ja, hou er nou maar bij op natuurlijk. Je hoeft alleen maar geld te betalen als je het ook verdiend hebt. Dus je hebt gewoon veel verdiend. Klaar. Nee, dat zeggen ze. Ja. Ja. Kijk, daar is hij stil van, hè? Die paarden. Nou, ja, dat gaat niet komen, hè. Mopjes voor vandaag. Oh, we hebben gisteren een grap gemaakt over een tampon. Ja, ja. Nou, we krijgen er weer een van binnen, hè. Dus, ja. Hoe heet een tampon die terugveert? Nou. Een tampon. Nou, ik verzin ze niet, hè. Ik krijg alleen maar... ik had gisteren één mopje over een tampon. Dan krijg je deze binnen. Ja. Tampon is in de Chinese taal. Nou. Wat aan taal? Ja, klinkt wel. Ik lees alleen maar voor, hè. Onderzoekers hebben vastgesteld dat vrouwen na een paar jaar huwelijk een zogenaamde stofzuigersyndroom oplopen. Oh? Ja. Ze maken voortdurend een zeurend geluid, maar zuigen niet meer. Zielig besneden sprookjesfiguur. Nou, sneu klintje. Ik lees alleen maar voor, hè? Die rapper is klaar, hè? Sneu klintje. Ja, wat kan ik er nou doen? Ik lees het alleen maar voor. Loopt een jogger door een park en... rondjes, dat doen joggers. Rondjes, hè? En die jogger die ziet er een zwerver op een bankje liggen. En die denkt van nou, die ga ik pakken. Oh. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik jog ook wel eens. Ik loop ook wel eens door een park. Maar als ik iemand zie liggen, denk ik niet, pak hem in zijn arie. Nee, dat heb ik niet gehad. Oh. Deze man dus wel, hè? Dus die, die neemt hem dus, hè? Zo, dus, ja. En dan jog weer verder, hè? Ja. Ja, ik heb... Ja, het staat hier. Hij jogt nou verder. Ja, hij jogt hier. Ja, niet gewoon... Goed, na een minuutje is die jogger klaar of zo. Er kan 5 minuten zijn geweest. Trek zijn broek voor het plezier van die jogger. Stond toch even een briefje van 10 euro. Achter het oor van die zwerver, hè. En hij jogt weer vrolijk verder, hè. Nou, wat denk je? Volgende dag. Zelfde verhaal. Weer die zwerver. Weer. Hap, 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 hap. Hap, 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 hap. Tientje achter zijn oor. Ja. Die zwerver die was de dag ervoor ook wakker geworden met het geld achter zijn oor. En die kijkt daar verbaasd naar me. En die denkt, nou, geld, ga er een biertje van halen. Nou, dus zo weer. Dus hij stapt weer de dichtbijzijnde kroeg binnen. En bestelt weer voor 10 euro aan Amstel. Ja, dat vind ik lekker. Dus drinkt op, gaat de deur uit. Ja, de volgende dag was het natuurlijk weer gebeurd. En de dag daarna weer, weet je nog wel 3 tientjes rijker. Maar... weet je dat parkje? Hij dacht toch aan dat parkje lag, hè? Dus die jogger die flikte de ene dag naar de andere hetzelfde kunnen zien. En iedere keer die 10 euro achter ze. Wat denk je? Op een gegeven ogenblik gaat die zwerver weer die kroeg binnen. En die kroegbaas, die kent hem natuurlijk nu. Die zegt van, ze die mag er zeker weer voor een tientje aan Amstelbier. Hij zegt, nee, doe maar een keertje van Bavaria. Hij zegt, van Amstel krijg ik zo'n pijn in mijn reet van. Had ik sneu klintje al gedaan? Die had ik al gedaan. Ja. Dan deze nog. Hè. Oh ja, er staat buiten een kroeg staat er een bord. En daar staat een tekst op. Er zegt even klaverjassen vanaf 8 uur. Ja, dat is heel leuk. Jij klaverjas er ook. Nee. Prima. Jij? Nee. Theo? Nee. Klaverjassen is hartstikke leuk. Ondanks het feit dat niemand dan klaverjassen. Ja, nee, ook niet. Nou, laten we nou even gaan. Hè. Dus klaverjassen, hartstikke leuk. 8 uur samen. Komt er zo'n slimielig mannetje, weet je, zo'n spriet met zo'n te lange regenjas aan. Kraagje omhoog, kijkt constant om zich heen. Heel nerveus, lange nagels, slecht gebit. Nou ja, dat had een disjockey kunnen zijn. En die gozer die komt in die kroeg binnen en die is ook aan de beurt. En hij zegt, ja, ik wil me even inschrijven, maar wel graag anoniem. Ja, zegt die man, dat kan niet. Hoe kan je nou inschrijven anoniem? Hij zegt, ik moet in ieder geval weten hoe u heet en waar u woont. De mannetje zegt, ja, maar u moet niet gaan lachen als ik mijn naam tegen u zeg, hè. Hij zegt, nee, ik ben wel wat gewend. Hij zegt, zegt u uw naam en uw adres wil ik even weten. Hij zegt, mijn naam is Neuken.
En ik woon in de Asterstraat 68. En zo wordt hij ook ingeschreven. Op zich is neuken natuurlijk niet zo gek achter. Maar goed, hij wordt ingeschreven. We neuken Asterstraat 68. Nou, volgende man is aan de deur. En hij zegt, ja, mijn naam is Jansen. Ik woon in de Asterstraat 72. Zegt die man aan de tafel. Hé, dat is toevallig. Dan ken je neuken ook zeker. En hij zegt, ja, en veel beter dan klaverjassen. Hier op bij Veronica. Veronica. Hij is die mafkees van zomertijd. Van 4 tot 7 gaan alle remmen los. Grote limmeriks, de moppen en wist jij.